zijn vandaag in Brussel en we bevinden ons in het hartje van de Zavelwijk, vlakbij het Justitiepaleis en het Egmondpark. En we zitten hier eigenlijk op een prachtig dakterras van het nieuwe kantoorgebouw Tweed. Dat is ontworpen door architectenbureau Altiplan. Tweed is een kantoorgebouw van 11 verdiepingen, opgebouwd uit een open atrium met een passief kantoren. De naam Tweed is afkomstig van de stoftweed, die een hoekvormig motief heeft wat je overal weer vindt, zowel in de gevels als in de betonkenmerken in het atrium. De locatie van de werf, gesitueerd recht over het Justitiepaleis, rechts van het federaal parket en juist voor het ministerie van Binnenlandse Zaken, omgeven door heel smalle straten, met zeker één hoofdstraat met redelijk druk verkeer, dus de logistiek was eigenlijk de grootste uitdaging van Hans het bouwwerk. Wel, bij dit project zijn er heel wat grote gevel- en raampartijen voorzien. En bij die ontwerpen is het absoluut noodzakelijk dat het water wat van die gevels afkomt, dat opgevangen wordt in een kanaal met een open structuur. Onze Profiline is daarvoor perfect voor geschikt. En ze geven ook de mogelijkheid dat het water snel gaat afgevoerd worden, dat er geen stagnerend water gaat zijn en dat ook het geheel vlug opdroogt. De klimaatverandering is uiteraard iets waar wij dagelijks mee geconfronteerd worden en waar we dus ook dagelijks mee bezig zijn. Als afwatingsspecialist is het ook zo dat wij verschillende producten en systemen uitwerken voor de opvang van voornamelijk hemelwater. Klimaatveranderingen spelen daar uiteraard een grote rol in. En zo zijn we bezig met, naast het product Profiline voor terrassen en platte daken, zijn we ook bezig met het ontwikkelen van een opvangsysteem voor Blue Roof, dus opvang van water op platte daken. Wel, in de openbare ruimte zien wij momenteel meer en meer dat er gebruik gemaakt wordt van bredere kanalen en ook diepere kanalen. Dus waar we vroeger een kanaal van 20 centimeter binnenbreedte gebruikten, zal dat nu een kanaal van 30 centimeter binnenbreedte worden. Dat geeft ook de mogelijkheid om meer water te gaan bufferen en ook te gaan afvoeren. Uiteraard afvoeren, dat kan eventueel naar een bufferbekken. Ik denk dat het zeer belangrijk is dat het water blijft daar waar het hoort, dus zo dicht mogelijk in de ondergrond, zodanig dat ook droogte kan uitgesloten worden of verminderd worden. Wij hebben daar uiteraard, ja, iedereen kent ze wel, de infiltratiekratten, die zitten ook bij ACO in het gamma. En dat geeft toch wel een zeer degelijk resultaat, zodat we ook het grondwaterpeil goed op peil kunnen houden. Voor een project zoals deze, een groot kantoorgebouw met zeer ruime terrassen en dakvlakken, is het voornaam dat wij het water wat tegen die gevels komt, tegen die glaspartijen komt, dat op een vlotte en snelle manier wordt afgewaterd. Zodanig eigenlijk dat het water ook geen schade kan geven aan de gevels en de raamstructuren.